ten azimut van een hemellichaam. De datum is 2 november 2015. De positie Dead Reckoning net boven de Schelling. En we willen uiteindelijk de hoogte en het azimut berekenen van een ster, dubbe, om 5 voor 6 local time. Nou, laten we eerst eens een hemelsfeer gaan tekenen om de formules af te leiden. Gaat als volgt. We beginnen met de hemel-equator. Die zie je hier. En de hemelsfeer. Zo. Hier de middenas. Nou, je moet je hier voorstellen dat hier ergens de aarde zit. Zo. En dit is de sfeer. En de sfeer is eigenlijk de bol waarop alle hemellichamen denkbeeldig geprojecteerd zijn. Dit is de hemel-equator. Nou, wat kunnen we nou doen? Stel nou dat wij op aarde hier zie je zeg maar de noordpool van de aarde. Dat noemen we hier het punt P. Pol, dat we zeg maar dat hier onze positie zit. Hè? Dus dit puntje, dat noemen we de dead reckoning. Nou, we kunnen hier de meridiaan doortrekken zo. Dus dan hebben we hier de meridiaan van onze dead reckoning. Die trekken we ook door. En dan zit je hier op het punt T, noemen we dat. Hè? Dus dit is de projectie van je eigen positie op de hemelsfeer. Dan gaan we het volgende doen. Gaan we kijken naar het hemellichaam. Zou ik ook wel geel willen hebben. Stel dat de aardse projectie van het hemellichaam, dat die hier zit. Dus dit noemen we AP, aardse projectie. Nou, die meridiaan kunnen we ook op de sfeer projecteren. Dan krijgen we zoiets. En trekken we een lijn van het middelpunt van aarde naar de sfeer en dan krijgen we hier het punt S. En daar zien we eigenlijk het hemellichaam. Nou, dat is aardig, want dan is dit stukje, wat je hier ziet, van de hemel-equator naar S, dat is de declinatie van het hemellichaam. Goed, als we nou naar de lokale horizon gaan kijken, toch even een ander kleurtje, groen. Kijk, dit is het toppunt. Dat is zeg maar het punt wat recht boven je hoofd zit. Dan zou je eigenlijk hier denkbeeldig een as loodrecht op de lijn middelpunt aarde T kunnen denken. En dan krijg je hier nog een cirkel. Zo. En eigenlijk moet je dan deze lijn, die sfeer moet je eigenlijk doortekenen. Het is niet een fantastische tekening, maar ik denk wel dat je kunt zien wat er gebeurt. Dit is de ware horizon. En de waarneming van een hemellichaam is natuurlijk ten opzichte van de horizon. Dus dan kunnen we een cirkelboog tekenen vanaf het toppunt door de punt S. En dan is dit stukje hier, vanaf de horizon naar S, dat is je de hoogte van het hemellichaam. Nou, omdat dit een hoek van 90 graden is, hè, van het toppunt naar de horizon is 90, is dit 90 min h, de hoogte van het hemellichaam. Nou, even terug naar het andere kleurtje. Dit is de breedte van je dead reckoning, phi dr. Kijk maar, dit is de evenaar hier. En dus deze hoek is de breedte. Dan is dit 90 min de breedte. En zo zien we hier geel, dan is dit stukje 90 min de declinatie. Nou, de hoek die hier zit tussen het toppunt en zeg maar de meridiaan van het hemellichaam, dit is de local hour angle. Nou, en nu kunnen we in deze parallactische driehoek kunnen we met de cosinusregel de volgende formule afleiden. We kunnen hier zeggen de cosinus
van ST. En dat is dit stukje van S naar T. Eigenlijk is dat blauwe stukje. Is gelijk aan de cosinus van PS. Van de pool hier naar punt S. Keer de cosinus van PT. Pool naar toppunt. Plus sinus PS. Sinus PT keer de cosinus van P. Nou, dan gaan we invullen. Wat krijgen we dan? Dan krijgen we de cosinus van ST. Ja, dat is de cosinus van 90 min H. Ja, maar dat is natuurlijk hetzelfde als de sinus van H. Nou, dat doen we ook bij al die andere gevallen. Want de cosinus van PS is de cosinus van 90 min de declinatie. Oh, dat is natuurlijk de sinus van de declinatie. Dan krijgen we hier de sinus van de breedte. Hè, enzovoort. Dat kun je zelf doen. Plus de cosinus van de declinatie. Cosinus van de breedte. En de cosinus van de local hour angle. Nou, hiermee kun je eenvoudig met de inverse sinus kun je de hoogte bepalen. Die het helemaal lichaam op dat tijdstip heeft. En het tweede is, hè, want we wilden de hoogte en het azimut doen. Azimut, dat is eigenlijk de hoek die hier zit. Kunnen we zeggen, de cosinus van PS, dat is de zijde die tegenover het hoek T ligt. Dus deze zijde, PS, is de cosinus van PT keer de cosinus van TS. Dat zijn de zijden die aanliggend zijn aan de hoek azimut plus sinus PT, sinus PS en de cosinus van hoek T. Nou, dan gaan we natuurlijk hetzelfde doen als hierboven. Dan zeggen we, oh, de cosinus van PS, van P naar S, oh, dat is 90 min de declinatie. Oh, dat wordt dus de sinus van de declinatie. Is dan de cosinus, sorry, dat moet daar boven staan, is de cosinus van PT, van P naar T is 90 min de breedte. Oh, dat is hieronder dan de sinus van de breedte. Nou, de rest kun je zelf. Dan krijgen we de sinus van de breedte keer de sinus van de hoogte, die we net berekend hebben, plus de cosinus van de breedte, cosinus hoogte, cosinus T. Nou, en die willen we graag weten. Dus we moeten de boel even opnieuw gaan opschrijven. Dan zeggen we de cosinus van T is de sinus van T. Sinus van de breedte keer de sinus van de hoogte. Gedeeld door cosinus breedte, cosinus hoogte. Nou, als we T, cosinus T weten, kunnen we ook T berekenen. En vervolgens moeten we dan nog kijken naar de local hour angle. Want als je bijvoorbeeld een local hour angle hebt tussen 0 en 180, dan krijg je eigenlijk een ware peiling. Die is 360 graden min T. Maar dat is later. We gaan het eerst maar eventjes berekenen. Nou, we wilden de hoogte van Dubbe weten. Als we eerst eens naar de hemellichamen kijken. Dubbe is onderdeel van de grote beer. Hier teken ik even de grote beer. Denkbeeldig kun je dan die verbindingslijntjes tekenen. En Dubbe zit hier. Dubbe. Nou, dat is makkelijk om te weten. Ja, als je de grote beer herkent en je weet waar die ster zit, dan is het schieten met je sextant wordt opeens een stuk makkelijker. Bekende sterren zijn ook hier Aliot. En Alkiet zit hier aan het einde van het steelpannetje. Alkaïd. Nou, sterren liggen vrij dicht bij elkaar. Je neemt eigenlijk de meest heldere ster en dat is in dit geval is dat Dubbe. Oké, daarmee moeten we aan de slag. Het eerste wat we eigenlijk gaan doen is de local hour angle berekenen. Nou, de ster schieten we ten, 17:55 local time.
Nou, we zitten op de Schelling, dus er moet een uurtje af. Dat wordt 16 uur 55 GMT. Nou, het eerste wat we gaan doen is de kijken hoe we dat gaan berekenen. Nou, we weten dat de Greenwich Hour Angle van een ster is de Greenwich Hour Angle van het punt Ram plus de Sidereal Hour Angle van de ster. Wat hebben ze nou in de Nautical Almanac gedaan? We weten, het punt Ram is een vast punt in de ruimte. Voor elk uur is de GHA van Ram bepaald. De sterren staan vast ten opzichte van het punt Ram. Dus in een andere tabel zie je de Sidereal Hour Angle. Hè, dat is de hoek ten opzichte van de ster tot Ram. En daarmee kunnen we de GHA berekenen. Dan kunnen we vrij eenvoudig de Local Hour Angle berekenen. Dat moet ik niet zeggen vrij eenvoudig, want dit kan best heel lastig zijn. Is de Local Hour Angle van Ram plus de Sidereal Angle van de ster. En hoe krijg je dan de Local Hour van Ram? Local Hour Angle van Ram is niks anders dan de Greenwich Hour Angle van Ram plus of min je lengte. Nou, laten we dat eerst maar eens gaan proberen. We beginnen even met de Greenwich Hour Angle van Ram. Dus stap 1. GHA Ram. Nou, uit de Nautical Almanac volgt eigenlijk in een tabel de uren, dus de tijd, en je GHA Ram. Dan vinden we voor 1600 vinden we 281 graden 36,5 en voor 1700 vinden we 296 graden en 39,0. Nou, dat kun je natuurlijk zelf allemaal opzoeken. We hebben een tabular interval van 1 en hier hebben we een verschil van 15 graden 02,5. Nou, die had je natuurlijk ook zelf kunnen bedenken, die 15 graden. Nou, wat gaan we nou doen? De tijd is 16 uur 55, dus we moeten voor de tijd gaan interpoleren. Voor die 55 minuten, dus we krijgen hier 55 gedeeld door 60 keer die 15,04166. Hè, dat is eigenlijk die 15 graden. 02,5 minuten. En daar komt uit iets van 13,7882. Oftewel 13 graden 47,3. Oké. Gaan we even terug naar 1600. Want dat is het uitgangspunt. Dus we weten 1600 geeft 281 graden 36,5. We hebben een increment van 13 graden 47,3. Die gaan we optellen. Kijk maar, je ziet hier dat de hoek wordt groter, dus hij moet erbij. Dus dan krijgen we hier 8. Dit wordt 13, 8 wordt 2, komt hier 1 bij, is 5, 9, 295, 23,8 minuten. Oké, dan hebben we gevonden de Greenwich Hour Angle van het punt Ram. Als we nou de Local Hour Angle van Ram willen hebben, moeten we daarvoor corrigeren voor de lengte. Dus dan zeggen we de lengte. Nou, we hadden bedacht dat was 5 graden. Of 005, even netjes, 20,0. Die doen we erbij op. Even mijn scherm een beetje verplaatsen om wat ruimte te maken. Zo. En dan krijgen we hier 8, 3, 4. En dat wordt 300 graden. Nou hebben we hier bedacht de Local Hour Angle van het punt Ram.
Nou willen we graag de sidereal hour angle hebben. Dat is in de formule is dat die. Nou, als je naar de nautical almanac gaat, kun je voor een ster, voor elke ster die voldoende zichtbaar is, kun je opzoeken de SHA van de ster en de declinatie. Nou, voor dubbe vinden we een SHA van 193 graden 50,3 en een declinatie van 61 graden 39,7. Nou, die SHA die zetten we hierbij, dus sidereal hour angle van de ster is 193 graden 50,3. Gaan we optellen, dan krijgen we iets van 34,1 en hier 494 graden. Nou, daar moeten we 360 graden van afhalen en dan komen we uit op 34,1 en hier 134 graden. En dat is dan de local hour angle van de ster. Nou, die local hour angle die kunnen we dan gaan invullen in de formule die we net hadden bedacht. We hadden formule voor de hoogte. Voor mij was dat de sinus van de hoogte is de sinus van de declinatie keer de sinus van de breedte. Plus de cosinus declinatie, cosinus breedte keer de cosinus van de LHA. Nou, als we dat gaan invullen, dan komen we uit op iets van 0,50823. Dus de hoogte zelf is dan inverse sinus. Arcsinus is 30,5460. Is 30 graden en 32,8 minuten. Oké. Dan de volgende stap. Wat ik hier niet gedaan heb, is dat je even die declinatie moet... Nee, daar hoef je trouwens niks mee, die kun je zo invullen. Bij de zon heb je wel een tabel voor de declinatie, maar voor planeet is die vast. Tweede stap, dus dit was A, de hoogte azimut. We weten dat de cosinus van T is de sinus van de declinatie min de sinus van de breedte. Sinus hoogte gedeeld door de cosinus van de breedte, cosinus van de hoogte. En daar komt uit 0,91968. En T is dan 23,12 graden. Dan weten we ook dat de local hour angle zit tussen 180 en de 0. En dan kunnen we zeggen dat de ware peiling is 360 graden min hoek T. En dan komen we uit op 336,88 graden. Nou, en dan is het altijd even aardig om dit te checken in je Starfinder. Want daar kun je ook vrij eenvoudig de hoogte en de ware peiling van een hemellichaam terugvinden. En dan moeten deze getallen redelijk in de buurt komen. Oké, dit was het filmpje over het berekenen van de hoogte van een hemellichaam en het azimut.